Goed, welkom allemaal bij deze rond het midzomervuur van PFI Nederland. Ik ga niet een hele lange introductie houden, Soleil. Oké, ik zou deze midzomervuuravond willen beginnen met een vraag. Een vraag aan jullie. En zodat we elkaar een beetje leren kennen in die vraag. Het is midzomer en we hebben allemaal een beeld bij midzomer. We hebben er allemaal een gedachte bij. We hebben allemaal een ervaring met midzomer. Hoe eenvoudig, hoe ver weg, hoe diep ook. We hebben allemaal iets met midzomer. En nou ben ik benieuwd naar, wat is jullie mooiste herinnering aan midzomer? Petra, jij hebt iets in je hoofd. I'm gonna do it in English. Yes, okay. Way too long in Dutch. I think it's mostly in Croatia we do it with a lot of family and just celebrate it with family, and those were the most memorable ones. And then of course, like moving away, that was also a bit different. My close family was with me, but the bigger family was in Croatia, so it was mostly that, just celebrating with family. So it's kind of heimwee now. You miss your family. Yeah. Okay, I'm sorry for you, but still. Morgana, volgens mij heb jij ook wel mooie herinneringen aan midzomer. Nou en of. Kunt delen. Nou en of. Want juni, de maand juni, voor mij is een hele bijzondere maand sowieso. Want drie van de belangrijkste mannen in mijn leven zijn in juni geboren. De eerste was mijn vader. De tweede was Merlin. En de derde was mijn hoge priester. Die waren allemaal in juni geboren. En Gerald Downey is ook in juni geboren, maar dat is ja, verre familie en zo. En mijn dochter heeft het ook gepresteerd, ook in juni geboren te zijn. En precies op summer solstice, op 21 juni. Dus voor mij is juni ook Rose Moon. Dat is de naam die wij geven voor deze maand. Van deze maand. Rose Moon. En dat is inderdaad. Dus eigenlijk is juni. En met name summer solstice en Rose Moon. Voor mij eigenlijk de meest belangrijke maand van het hele jaar. Dus. Ik zat vanmiddag in de tuin en opeens kwam er zo'n wolk van rozen geur langs. Dat is toch inderdaad wel heel typisch voor deze maand. Ja, nou, over rozen gesproken, niet alleen Roosman. Mijn familie komt uit Lancashire. Ik ben zelf in Wales geboren, maar mijn familie, voor Anke is dat misschien nieuw, maar ik ben van oorsprong Engels. Ik heb wel een Nederlandse nationaliteit inmiddels, maar ik woon al meer dan 40 jaar in Nederland. Maar mijn familie komt uit Lancashire. En de Lancashire Rose, de Tudor Rose, is natuurlijk een hele belangrijke motief in mijn hele leven. En is uiteindelijk ook de basis geworden voor Silver Circle. Dat is onze Wiccan Network. En Merlin heeft ooit een hanger gemaakt. Dat is eigenlijk al lang voordat we ingewijd waren trouwens. Dat weten de meeste mensen helemaal niet. Maar in ieder geval heeft een roos verwerkt met de 5-punt ster. En dat is inderdaad de Lancashire Tudor Rose. En dat is best wel uniek, omdat de meeste Celtic knotwork is helemaal gebaseerd op 3 of 4 of 6 of 12, maar nooit op 5. Nee, dat is bijzonder, hè? Heel bijzonder. Dus dat is nog een herinnering ook aan Rose Moon, de Lancashire, de Red Rose of Lancashire. En dat speelt ook natuurlijk een hele belangrijke rol. Mm-hmm. Ik had ook familie trouwens uit Yorkshire, en daar heb je de White Rose. Morgana is helemaal gewikkeld in de rozen. Wat ik heel leuk vind, is dat jij ook je familie er nu bij betrekt. Dus het heeft ook iets met familie te maken. Absoluut, absoluut, ja.
En ja. Gerald Gardner kwam ook uit Lancashire trouwens. Dus daar was ook een bijkomstigheid. Dus, goed, stap ook daar. Ik geef het woord nu even aan Jochem en dan aan Anka. En dan zal ik hem zelf afsluiten. Oké. Ja, ik moet even heel hard denken. Ik denk, en dat is niet zozeer een midzomerfeest geweest, maar wel rond die tijd. Ik ben zelf ook in juni jarig, een week voor midzomer. En toen ik 40 werd, heb ik dat groot gevierd. En ik denk dat dat het weekend na mijn verjaardag was, dus het zal heel dicht bij midzomer hebben gezeten. En het was een ontzettend goed feest. Dat ik ook niet licht zal vergeten. Met allemaal vrienden die stuk voor stuk zeggen dat ze niet van grote groepen mensen houden. En we waren met 30 mensen, denk ik. En het was fantastisch. Iedereen heeft zich zwaar vermaakt. Ondanks dus. En dan, als ik dat dan tegen die vrienden zeg, van, ja, nee, maar dit is anders. Ah, oké. Okay. Dus... Ik was daar niet bij. Dat vind ik nog steeds heel erg. Maar het was een ander feestje wat belangrijk was. Wat ik me wel herinner is dat je altijd heel grote vuren maakt. Mm. Op je feestje. Ja, er was een barbecue en er was absoluut vuur. Ja. Dank je. Anka, wat is jouw mooiste herinnering aan een midzomer? Er zijn eigenlijk twee dingen. Eentje wat elk jaar terugkomt. En eentje wat één keer gebeurd is. En wat ik echt geweldig heb gevonden. Toen was ik bij een picknick van... ja, een soort kerkgenootschap van mijn blokfluit ensemble juf, zeg maar. En dat was buiten en met vuur en met allemaal lekkere dingen. En een grote groep mensen, volwassenen en kinderen, die daar heerlijk lekker buiten rondliepen. En dat was voor mij was dat van, de volmaakte picknick of zo. En wat elk jaar terugkomt, dat is dat de lindenbomen in juni bloeiden. Ik weet niet of ze dat dit jaar... Nou, dat verschuift natuurlijk op den duur. Maar die lindenbomen die geuren dan zo heerlijk. En dan ga ik echt zoveel mogelijk fietsen om lindenbomen te vinden. En daar lekker van de geuren te genieten. Dat zijn de belangrijkste dingen wel. Oké, dus rozen. Oh, sorry, linden. Weer zo'n mooie geur. En ook met veel vrienden. Niet vrienden van mij, maar gewoon... Aangenomen familie? Ja, zoiets. Ja. Waren er ook paarden bij? Er waren geen paarden bij. Oké, ik herinnerde me namelijk een picknick met wel paarden. Een grote huifkamer gegaan. Ja, die herinner ik me ook. Ik weet niet of dat in juni was. Ja, ook midzomer. Ah ja, ja. Ik heb zelf, dankjewel Anka, ik heb zelf altijd iets lastigs met midzomer, want het is net alsof iedereen altijd iets wil vieren op midzomer. En dan is dat wat ik eigenlijk wil doen weg. En dan kan ik er niet mee. Maar wat voor mij wel heel belangrijk of heel bijzonder is, in mijn herinneringen, is studeren onder de meidoorn. En dat is natuurlijk ietsjes vroeger dan midzomer. Maar dan ging ik achter in de tuin zitten met mijn studieboeken. Natuurlijk tentamens en examens en allemaal overgangen en zo. En dan heerlijk onder die boom studeren. En dat vind ik heerlijk. En dan de andere is onweer. Een goede midzomer, daar hoort een ongelooflijk onweer bij. Dus ik zit nu al helemaal te verkneukelen. Het gaat goed komen dit jaar. Maar ik vind het wel jammer voor al die mensen die bang zijn voor onweer. Maar het weer is voor mij wel iets heel bijzonders. Ja. Dank jullie allemaal. Even kijken hoe ik... Jochem die heeft wat te vertellen straks of wat te delen. Ik heb wat te delen straks. Ik heb een verhaal. Jochem heeft spreekwoorden. Mag je straks zelf doen. Maar Gane, jij wilde ook iets delen straks, hè? Oké, dan probeer ik het... Jochem, je hebt drie dingen staan, dus ik wil jou een beetje verspreiden. En daarom mag je mij nu vertellen wat ik mag openen voor je. Ik zal even kijken, want als het goed is, ik wil met de spreekwoorden starten. Oké.
Ere wie ere toekomt. Morgana begon bij eerdere rond de seizoensvuren met wat spreekwoorden te laten zien. En dat vond ik zo'n leuk idee dat ik voor deze wat zomerse spreekwoorden heb uitgezocht. Ik heb er 12. Dus we gaan ze gewoon even één voor één langs. Soleil, je de volgende of de eerste zou willen laten zien. Ik dacht, laten we met een bekend spreekwoord beginnen. De zomer in je bol hebben. Nou ja, duidelijk. Het betekent erg vrolijk en uitgelaten zijn. Deze kende ik zelf niet. Hij staaroogt als een L in de zon. En dat betekent dan wezenloos voor je uitkijken. In het kader van open deuren. Men moet het dak repareren als de zon schijnt. Natuurlijk dat je voorbereid moet zijn op slechtere tijden. Als het regent, dat je dan nu ook een eitje kunt bakken. Ja, precies. Dus ja, dus misschien wel als de zon schijnt, maar niet als er een hittegolf is. Toen ik daar een plaatje bij zocht, zag ik ook best wel wat van die halfblote, totaal verbruinde mannen. Dus doe de volgende maar. Ik vond deze leuk. Gapen als een oester die in de warmte komt. Dat is natuurlijk met je mond wijd open gapen. Wat is daar zomers aan? Warmte. Niet per se. Die warmte. Ik zou die oester dan namelijk niet meer eten. Nee. Eerlijk gezegd eet ik ze sowieso niet. Oh, lekker. Mijn ouders hebben me altijd geleerd, je hoeft het niet lekker te vinden, maar je moet het proeven. En de allereerste keer dat ik een pan met oesters zag, dacht ik, nee, er zijn grenzen. En nee. Dus doe de volgende maar. Nou, deze zullen de meesten ook wel kennen. De mussen vallen dood van het dak. En dan mag je daar eventueel nog van de hitte aan toevoegen. Maar dat is toch wel duidelijk. En dat betekent gewoon, nou ja, zoals vandaag, dat het bloedwarm is. Ik vond dit ook wel een mooie. Altijd zonneschijn schept een woestijn. Als voorbeeld dat te veel van het goede ook weer niet goed is en schade kan veroorzaken. Dus dat. Deze vond ik leuk. Een oude wijvenzomer. Een zomer met veel regen. We zullen het zien wat het dit jaar wordt. Ik dacht altijd dat oude wijvenzomer het warme weken in september waren. Ja, dat was niet wat er hier bij stond. Maar Nederlands is natuurlijk af en toe een beetje raar. Dus het zou ook nog wel eens beide kunnen zijn. Nou, in ieder geval op dit moment geen oude wijvenzomer. Nee, integendeel. Nou ja, het is niet overal zomer waar de zon schijnt. Lekker ouderwets zonne. Ja. Niet alles is zo als het lijkt. Dus vandaar dit plaatje met prachtige zon op een besneeuwd of in een besneeuwd bos. Waar de schijn bedriegt. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, ook volgens mij een gouden ouwe. Wat betekent, nou, oordeel niet te vlug. Eén aanwijzing, nou ja, daar moet je niet blind op varen. En wat ik wel leuk vond, was dat er bij de uitleg van dit spreekwoord bij stond dat Aristoteles dit spreekwoord al in zijn Nicomachea noemt. Toen dacht ik, wow, dan is het echt al een heel oud spreekwoord. Ja. En er waren toen nog zwaluwen. Ja,
Ook dat. En dus ook in Griekenland. Waar de brave man woonde. Deze was mij totaal onbekend. Platvis eet je met de ramen open en rondvis met de ramen dicht. Wat betekent dat platvis een zomervis is en rondvis in het winter, of in de winter het lekkerste is. Niet een spreekwoord dat je dagelijks zal gebruiken. Maar misschien toch wel leuk om te weten dat die bestaat. In het kader van open deuren, wie boter op zijn hoofd heeft, moet uit de zon blijven. Wat betekent als je geen zuiver geweten hebt, dat je dan beter wat rustig kunt houden. Een toepasselijker plaatje dan dit kon ik niet vinden. Er zijn geen foto's van mensen met, die echt met poten op hun hoofd lopen. Vreemd genoeg. Het zijn wel leuke petjes. Ja. Volgens mij is de volgende alweer de laatste. Niet heel zomers, maar ik vond hem wel leuk. Zo geel als de zon. Wat gewoon een kleur geel omschrijft. Was dit alweer de laatste? Volgens mij wel. Ja. Stop, share. Dankjewel. Mooi. En ik vond er nog vele meer. Maar ik dacht, ik ga ze niet alle 50 aan jullie laten zien vanavond. Maar die zullen in de nieuwsbrief komen. Mooi. Ja, ik wilde inderdaad dat voorstellen. Dat is wel leuk. Ja. Ja, ik zal proberen de volgende 3 maanden. Dus voor ieder seizoen heb ik inderdaad een van de oude almanakken, oude farmers almanakken, inderdaad een heleboel dingen gevonden over de maanstaanden. En allerlei data van de saints en sinten en alles en nog wat, Hubertus en alles en nog wat, die komt ook waarschijnlijk in de... Of is het in de herfst? Nou, weet ik niet. Maar in ieder geval, en ook wat erbij hoort, Anke, zijn die hele kleine miniaturen. Wat we noemen dan die salters. En ook van in Zuid-Nederland, in de Bourgondische deel van Nederland, heb je ook ontzettend veel van die illuminated books. Weet je wel, die zijn echt prachtig. Dus ik probeer vanuit die hoek, nu echt iedere 3 maanden gewoon alles nog wat over spreekwoorden. Dus vandaar dat Jochem ook werd gewoon aangemoedigd om verder te kijken. Wat leuk. Ja, vind ik heel leuk. Ja. Nou ben ik benieuwd. Book of Hours. Sorry? Anke? Books of Hours. Books of Hours, die bedoel je. Ja. Ja, precies. Morgana, jij wilde de presentatie van afgelopen zondag delen, geloof ik. Een aangepaste versie. Ja. En want ik dacht ineens van, we hebben inderdaad al afgelopen zondag een online bijeenkomst gehad met zowel mensen van de Pagan Federation als van Pagan Federation International. Omdat wij deelnamen aan een serie vieringen van de 50-jarige jubileum. En ik heb ons inderdaad als soort volunteers. Dus wij zouden de Summer Solstice gaan vieren. En dan in het teken van Pagan Federation 50 jaar. En dat was ontzettend leuk. Dus ik heb gewoon begindeel nog steeds staan natuurlijk. Maar ik heb het nu in het Nederlands. Dus ik heb het een beetje aangepast. Excuses voor het Nederlands, want ik heb niet echt snel... echt tijd gaat om het helemaal goed te vertalen. Dus het zou best, is een beetje Google-achtig. Maar in ieder geval, het is een poging. Kijk wat jullie van vinden. Ik ga het wel met share screening doen. Dus degene die hebben op zondag het allemaal gezien, zullen het heus wel herkennen. Maar we zullen even kijken. Zo. Ja, hier zijn we inderdaad in de maand... juni. En in juni vieren we inderdaad
meestal summer solstice rond 21 juni, soms 22 juni, afhankelijk een beetje van de stand van de zon en enzovoorts enzovoorts. Samen komen we terwijl we de kracht en energie van de zon vieren. De zon is de bron van warmte en licht over de hele wereld. Tijdens de zomerzonnewende vieren we de langste dag van het jaar. Vanaf Jul tot op de dag van vandaag is de zon steeds dichter bij de aarde gekomen. Bloemen bloeien, gewassen groeien en het leven is weer teruggekeerd. Vandaag eren we de goden en godinnen van de zon. De zon is de ultieme bron van vuur en licht. Zoals alle lichtbronnen schijnt de zon fel en verspreidt zich over de hele wereld. Zelfs als het zijn licht en kracht aan ieder van ons geeft, wordt het nooit verminderd door het delen van die energie. De zon gaat elke dag over ons heen in de oneindige cirkel van licht. Vandaag delen we dat licht met elkaar, laten het rond de cirkel gaan en vormen een ring van licht. Mogen jullie verwarmd worden en verjongd worden door het licht van de zon. We steken een kaars aan en we denken tegelijk aan alle mensen die niet met ons vanavond kunnen zijn. We denken aan alle mensen die het laatste jaar ook door COVID aangetroffen zijn. We zijn er nog niet helemaal uit en er zijn nog natuurlijk naweeën van de pandemie die zullen lang gevoeld worden. Dus bij iedere feest denken we aan alle mensen die inderdaad zonder hun geliefde moeten zijn. Maar we spreken ook de goden aan. Heil aan u, machtige goden en godinnen van de zon. Goden die ons licht brengen. Wij eren u. Heil Ra, wiens machtige wagen ons elke ochtend licht brengt. Heil Apollo, die ons de hele energie van de zon brengt. Heil Saul, wiens vruchtbaarheid bloeit naarmate de zon sterker wordt. Heil Helios, wiens grote rossen de vlammen door de lucht racen. Heil Hestia, wiens heilige vlam ons weg in de duisternis verlicht. Heil Suna, die zuster van de maan is en brengen van licht. We doen vandaag een beroep op u om u te bedanken voor uw zegeningen en uw gaven aan te nemen. Wij putten uit uw kracht, uw energie, uw helende licht en uw levensgevende kracht. Heil aan u, machtige goden en godinnen van de zon. Wees gezegend. Zo. Ik weet niet of het in Nederlands een beetje te volgen was, maar ik vond het best wel aardig. En ik hoop dat jullie deze woorden ook te harte zullen nemen. Want zonder de zon kunnen we ook niet leven. Maar zonder de zon, de maan, de aarde, water kunnen we ook niet leven. Dus, maar met summer solstice vieren we natuurlijk de kracht van de zon op zijn hoogst. En de langste dag natuurlijk. Dus over een paar dagen is het de langste dag. En we zagen ook op zondag hoe belangrijk summer solstice is. De zomerzonnewende. Het is zo mooi in het Nederlands heet, zomer, zonnewende, midzomer, voor sommige mensen ook. Hoe belangrijk het is voor de mensen uit Noorwegen en Zweden en Finland, maar ook uit Rusland en alle Slavic countries, Ukraine. En die hebben een bijzondere feest. En dat was inderdaad, hebben we dat ook zondag gezien. En dat was prachtig met die hele grote groepen mensen die komen samen, uiteraard om te drinken
En ook bij water, gewoon gaan zwemmen enzovoorts enzovoorts. En ze maken echt een hele feest van. Tot diep in de nacht natuurlijk, want het is nog licht. Het is helemaal nog licht. En ja, dit was ook wat... is er veel aan wat Peter ook vertelde. In de Balkanlanden, dus Bulgarije, Kroatië, Servië... daar vieren ze eigenlijk niet zozeer Ivan Kupala, maar Ennio. Dat is het Bulgaarse woord voor het Sint-Jansfeest, Sint-Johanni. En daar vieren we ook in Nederland Johannesfeest. Mensen uit de antroposofie. Als je een beetje ja, op school was bij de vrije scholen, dan zag je inderdaad met Johannifeest heel veel buitenspelletjes enzovoorts enzovoorts. En met Sint-Jan hebben we ook natuurlijk een hele bekende plant, St. John's wortel, of ik weet niet hoe het heet in het Nederlands. Janskruid. Janskruid, ja. En die is heel bekend om mensen te helpen uit depressies. Dus echt dat innerlijke zonlicht, ja, levensenergie. Dus dat is een beetje van wat, ja, wat ik wilde met jullie delen over zomerzonnewende. Dankjewel, Morgana, want het was weer een fijne, fijne tekst. Jochem, wat kan ik voor jou opzetten nu? Doen we er nog eentje? Ja. Oké. Even kijken. Misschien is een liedje wel leuk nu. Nou, wat leuk, hè? We hebben precies Spirit of Albion ook gebruikt in de bijeenkomst, maar gewoon de live version. En yeah. Was ontzettend leuk. Dambebaard heeft ontzettend leuke herinneringen aan PFI. Maar dus juist door de Czech Republic, die wilde gewoon een keertje inderdaad Dam uitnodigen. Dus ze hebben meegevraagd, kan jij je? En ik zei, nou, ik ken hem wel. Dus ik heb hem zover gekregen dat hij ging helemaal naar Praag. En laatst is hij enkele keer naar Praag geweest voor concerten en workshops. En ik denk altijd, nou, volgens mij zou je een keertje ook het leuk vinden naar Nederland te komen. Maar iedere keer is het gewoon niet van gekomen. Nee. Ja, hij is... Nee. Hij woont in... waar woont hij Lancaster. Nou? Brighton. Dus gaat vaak bij Devon en Cornwall. Ja. Het leuke van Dave de Bart vind ik... hij is heel actief bij de... orde van barden, ovaten en druïden. En nou ja, hij voelt zich meer bard dan ovaat of druïde, zoals wel uit zijn naam blijkt, liedjeschrijver. En doet ook een druidcast elke maand voor de obot. Dus. Volgens mij hadden wij een vraag aan Anka. Herinner je deze zanger, die heet Dam. Ja. De Bart. De Bart of Bart. De Bart. En wij vroegen ons af, en we kunnen natuurlijk Morgana ook vragen, hè, want die komt ook daar vandaan. Van waarom is die naam zo raar geschreven? Het is D-A-M-H, als ik het goed heb. Ja. En zelf noemt hij zichzelf Dave. Ja, Morgana heeft iedereen gedeeld in de chat. Ja, Dave is een echte naam. Maar de H... Vermoeden hadden wel. De M en de H in Gaelic is we. Het is, we zeggen dam, maar het is dave, de baard. Maar natuurlijk, Naomi bijvoorbeeld, Neem, de naam Neem Parsons, bijvoorbeeld, is ook een eerste zangeres. En is Neve. Een beetje confusing. Maar je kunt... Iemand van die daar geboren is, weet het altijd het beste. Daar gaan we maar vanuit. Lijkt me wel. Maar ja, Anka, jouw Welsh is ook niet verkeerd. Heel basaal hoor, heel basaal. Maar die houden we er wel bij. Voordat ik mijn verhaaltje met jullie deel, Petra en Anka, hebben jullie iets te delen? Nu, zo halverwege? Nee, ik niet. Well, I can only talk about Croatia, what they do, for example, for midsummer celebrations. A lot of villages have bonfire competitions.
So who can build the biggest bonfires? And then usually the younger people and children jump over the bonfires, I think it's 3 times, just to get rid of evil spirits and to bring some luck. And then people afterwards decorate their houses with flowers, mostly daisies, because a daisy in Croatian is Ivančica, and Ivan is say, like John. So it's, they celebrate more the St. John the Baptist. So it's mostly around the 23rd, 24th that they celebrate that. But I think it's more or less the same as in Bulgaria, because I think they also have very, very similar traditions. So it's just that they do. Altijd mooi om te horen. Ik ben altijd een beetje jaloers ergens. Op al die landen waar ze nog wel dit soort dingen echt vieren. Gewoon met z'n allen. Ergens heen. Oké, als jullie het nog volhouden, dan wil ik even een verhaaltje voorlezen. Wat ik in 2013 geschreven heb. En nu nog een beetje bijgewerkt. Even kijken, want nu heb ik al je onze spullen erbij zitten. Zo. Het heet Betovering. En als scène kun je alvast bedenken dat het een zomeravond, het is warm geweest en er is een bui. Het heeft heel erg hard geregend. Dus eigenlijk is dit verhaal te vroeg, maar ja, jullie zijn hier nu. Je kunt de bomen horen ademhalen. Zo stil is het. De lucht is vol van verwachting. Er rindert iets. Iets wat je moeilijk onder woorden kunt brengen. Alsof er op je gelet wordt. Maar je ziet niemand. Hoog in de boom zingt een merel, een regenvogel. De volgende bui zal niet lang op zich laten wachten. In de verte kun je de donder al horen. Hier, onder de grote oude eik, is het veilig. In geen 1000 jaar is hier, midden in het bos, de bliksem ingeslagen. Onder de kruin van deze boom is het als in een grote zaal met schaarse verlichting. De stam glimt van het water dat nog naar beneden stroomt van de vorige bui, maar het mos is droog en warm. Ik ben hier alleen onder dit prachtige bladerdek. Toch voel ik me niet alleen. 100 ogen gluren naar mij zonder dat ik hen kan zien. Maar ze zijn er, dat weet ik, dat voel ik. Ondanks dat het de langste dag is, is het schemerig. Niet alleen onder de eikenboom. De dikke, donkere donderwolken houden het zonlicht tegen. Het zachte mos is heerlijk in mijn rug en onder mijn voeten. Ik trek mijn omslagdoek over mij heen. Het is te nat om verder te gaan. Ik luister naar de ademhaling van de bomen. Opeens zijn er 1000 lichtjes boven mij en hoor ik heldere, muzikale stemmen klinken. Ik blijf stil liggen om het twinkelende beeld en het tinkelende geluid niet te verstoren. Ik ben bang dat het uitgaat, verdwijnt, zo plotseling als het gekomen is. Hé, kijk hier, hier ligt er een, zegt een melodieuze stem vlak naast mij. Nou, dat is er dan een die niet gevoelig is voor onze magie. Ik durf niet opzij te kijken, maar ben echt heel nieuwsgierig. De stemmen zijn prachtig om te horen. Het lijkt of er belletjes rinkelen, harp tokkelen en een warme trommel zacht het ritme drumt. Auw, roep ik uit als een van de wezens die bij de stemmen horen mij een venijnige trap geeft. Het leeft, concludeert de stem. Nu durf ik me om te draaien en zie ik 2 lange, slanke, stralende gestalten staan. Het zijn elfen. Ja, ik leef, zeg ik boos, terwijl ik over mijn pijnlijke ribben wrijf. Ze lachen me hartelijk uit. Een heel aanstekelijke lach. En zonder dat ik er iets aan kan doen, lach ik mee, tot de tranen over mijn wangen biggelen. 1 van de elfen steekt een hand uit en met een lange, elegante vinger vangt hij een traan op. De traan ligt op het topje van zijn vinger en schittert als een diamant in alle kleuren van de regenboog. De elf blaast er tegenaan. De traan spat uiteen in 1000 schitterende scherven. De elf kijkt mij vriendelijk aan en steekt zijn hand naar mij uit.
Wij vieren hier vannacht ons midzomerfeest en jij bent onze eregast, zegt hij uitnodigend. De andere elf kijkt hem vragend aan. En dan haalt hij zijn schouders op en geeft hij mij ook een elfenhand. Als ik wakker word, staat de zon hoog aan de hemel. Mijn rug is stijf en pijnlijk. Onder het mos ligt een boomwortel die ik gisteren niet voelde. Ik rek me uit en gaap hartsgrondelijk. Ik heb het gevoel dat ik de hele nacht heb gedanst en gefeest. Ik herinner me prachtige muziek, schitterende dansparen, de heerlijkste hapjes en een goddelijke drank. Zo'n werkelijke droom heb ik zelden. Je moet altijd wakker worden na zo'n feestje. Helaas. Mooi verhaal. Dank je. Dank je wel. Hebben we nog iets op het programma staan? Nou, ik had iets. Ik was bezig met inderdaad met die ontmoeting voor zondag. En toeval, bestaat het dus niet, kwam ik een nieuwe nummer van Eefje de Visser. En eerlijk waar, ze was bij Mauritshuis in Den Haag. En ze is langs een hele mooie schilderij gegaan. En ze heeft daar een opname gedaan en een liedje geschreven wat die hele schilderij haar zegt. Ik kan het aan jullie delen en kun je wel zien wat ik bedoel met hoe toevallig is dit. Dus als je zegt, nou, dat vind ik leuk om te horen, dan doe ik graag deze volgende. Even screenshare. Het probleem was natuurlijk dat de teksten in het Nederlands zijn. Dus voor zondag was het niet zo. Ik dacht, nou, ik kan niet snel de lyrics dan vertalen. Maar jullie zullen heel goed begrijpen waar het om gaat. En ik denk dat Peter het ook een hele leuk liedje vindt. Mooi. Nou, hoe toevallig was dat? Het is op 10 juni released. En ik denk dat wordt echt een zomernummer. En dus Peter, je stapt waar het om gaat, is Kibella. En dat is een. In Mauritshuis, ik had het ook niet in de gaten. Ik ken dat hele schilderij. Maar dat het Cibella heet, of Kibella. En Kibella was natuurlijk in het Romeinse Rijk. Die kwam helemaal van Asia Minor, dus echt Anatolië, helemaal tot Lisbon. En in Lisbon heb je ook Cibella dingen. En in Madrid heb je ook een hele bekende Cibella's fontein. De Cibella's is natuurlijk ontzettend belangrijk als godin vruchtbaarheid. En dus daar inderdaad in Mauritshuis. En precies vlak voor Summer Solstice van die, zo treffend. I was just going to say, it's so weird today. I was doing some research for a client and that painting passed by on Google and then I closed the tab and I couldn't find it anymore. And I was like, oh, that was beautiful. And then like you showed this and it was quite a... Yeah. Now I know what it is. Yeah. Ik vind het een heel leuk idee om een schilderij in muziek uit te drukken. Yeah. Goed, is er nog iemand die iets wil, durft, gaat delen? Nou, ik dacht dat het misschien leuk was om af te sluiten met een soort mini-gedichtje. Een mini. Tot slot, ja. En dan geef ik daarna het woord aan Morgana, want die kan het mooi gewoon afsluiten. Ja. Maar een mini-gedichtje. Dat is een gedicht van Cortone, die het hele jaar rond is gegaan met elfjes. En dit is dus het elfje voor zomer. Zomer, zon, maan, dag en nacht, warme en koele lichtstralen ontvangen. En dat was het. Mag je nog een keer? Zomer, zon, maan, dag en nacht, warme en koele lichtstralen ontvangen. Dank je. Mooi. Hey, ja, heel mooi. Morgana.
tot slot, jij. Tot slot, ja, tot slot. Ja, die YouTube-clip van afgelopen zondag is... Ik zet het nog een keer even in de chat. Kunnen jullie dat rustig bekijken? Is op onze PFA YouTube-channel, Anke. En daar hebben we ook van vorige rond de zomervuur en alles en nog wat. Maar ja, nou, ik zou zeggen, het is heel erg leuk om je te ontmoeten, Anke. Ik hoop dat je hier bij ons zou zijn. Dat wordt ergens in augustus, denk ik nu. 25 juli. 25 juli, voor Lammas. Voor Lammas, ja. Nou, dank je dat ik erbij mocht zijn. Ik vond het leuk. Ja. Dus, mooi. Ja. En we zijn op Facebook op PFI Lage Landen. Maar we hebben onze forum. En daar wordt ook af en toe wat... Dus forum is gewoon heel leuk om dingen te kijken van resources. We hebben ontzettend veel dingen over paganism, over verschillende pagan paths. Dus forum is ontzettend leuk om even door te pluizen als je gewoon een moment hebt. Dus je zegt van nou... Dus dat is wel leuk om te kijken. Nou, ik neem aan dat Jochem en Soleil jullie of jij gewoon de gegevens geven van het forum. Dus ja. Nou, ik zou zeggen tegen iedereen. Waar is mijn laatste? Hail to the gods. Where is it now? I've got the English version. Hail to you, mighty gods and goddesses of the sun. Hail. And farewell. Ach, tot ziens. Ja.